Selam arkadaşlar, yeni bir vloga hoş geldiniz. Erkaya ailesi olarak size merhaba diyoruz. Kemal da bugün burada evde çalışıyor. Evet, günaydın arkadaşlar. O kadar mı? Wat komen ze vandaag bij ons doen? Bugün ne yapacaklar burada? Ne yapacaklar? Güneş enerjisi panelleri takacaklar. Değil mi? Herhalde takacaklar. Yani sonra gelir ustalar, bakalım nasıl takıyorlar, kaç saat sürecek, bugün bitirebilecekler mi ve başka bir şey yok. Welkom lieve volgers bij een nieuwe vlog van Familie Erkaya. Kemal werkt thuis, want ze komen vandaag onze zonnepanelen monteren. Even kijken hoe laat ze komen. Het is iets voor 9. Ze zouden om 9 uur komen. Dus maar even kijken hoe ze dat gaan doen. Hoe lang het duurt. En wat ze allemaal gaan doen. Dat wil ik laten zien aan jullie. Dus wordt vervolgd. Kemal. Ja. Ik dacht dat de mannen zonnepanelen gingen opzetten. Niet jij. Ja, die valt niet open. En waarom moet deze open? Waarom deze open moet? Ja. Omdat hier de kabels doorheen moeten. Buradan kablo geçiş için Kemal burasını açıyor. Ama tam da açamıyor gibi. Tamircilerimiz geldi. Şurada iki arabayla gelmişler. Bir tanesi burada, öteki de öbür tarafta. Zijn met twee auto's gekomen. Ze zijn nu op de dak. Zal ik zo even laten zien. En waar kwamen ze ook weer van? Huh? Welk bedrijf? Zonne? Staat er niet op. Zonne Huppeldepup. Ik zal zo even kijken. Even naar buiten. We zijn wel bezig. En de andere is daar. Dus, wordt een hele klus. Ja. Dit is even de before. Daar komen dus 11 panelen. Er komt zo een steiger als het goed is. En dan gaan ze de zonnepanelen plaatsen. Ze komen dus van Thuiszon. Ik wist even jullie bedrijfsnaam niet. Ja, Thuiszon. Ja. Thuiszon. Dat is Dimitri. Hi, hallo. Dimitri. Je gaat zo lekker klussen. Ik ga binnen even weer verder kijken. Bu önceki hali, buraya 11 tane panel gelecek. Sonra işte bittikten sonra da gösteririm size. Kemal da burayı açtı. Buradan kablo geçecek şöyle aşağıdan. Ondan sonra buraya elektrik gidecek işte. Elektrik borusu burada. Aman, elektrik kutusu. Ne borusu? Şurada. Şuradan yerin altından. Burada da şey var. Altı boş. Bu evin altı boş. Oradan da çıkartacaklar işte şöyle yukarı. Ondan sonra oradan da bağlanacak. Kemal heeft hier dus open gehaald. Oh, moeten we dat weer dichtmaken? Oh my god. Nog een klus erbij. De bedrading gaat dus daar via daar erin. En dan wordt het zo naar beneden. Door de kruipruimte naar de meterkast. En wordt vervolgd dus. Het is hier in ieder geval open. Ze hebben hier een gaatje geboord. Buraya delik dediler. Şundan boru geçti işte. Elektrik bağlanacak. En even kijken. Je hebt hier ook al een gaatje geboord of niet? Ja. Niet gezien. Dus, ik hoorde dat de panelen er al op zaten. Nee, nog niet. Oh, nog niet. Ja. Nee. Oh, je bent gemeen. Ik dacht al, dat is al heel snel. Ja. Maar goed. We zijn al over de helft. Hoe heet dat? Hoe heet dat? Waar het op gaat liggen? Zit er al wel op? Oh.
De hoe heet dat? De hoe heet dat? Montagerail. Montagerail. Zo, dankjewel. Onder nu is het een gezegd. Of niet, Kemal? Bakalım be. O paneller burada ya. Panelleri de koymuşlar. De panelen zijn er ook. Die heb ik nu niet eens gezien. Ze zijn groot. Ik had ze kleiner verwacht. Oké. Okay. En dit zijn de panelen. Paneller de burada işte. Sürle. Evet. Kabloyu geçirdiler. Yeni kablo burada. Dit is de nieuwe draad van de zonnepanelen. Ik zal hier even schoonmaken, zodat ze de betekenis die hem zonder. Kemal? Is nu... Er wordt een nieuwe groep aangelegd. Ja. Ze zijn van Thuiszon dus. Ja, had ik al gezegd. Had ik al verteld. Şirketin adı Thuiszon. Yeni sigorta hattı takıyor şimdi. Onunla uğraşıyor. Yeni grup. Onunla uğraşıyor. Enişte, teftişe mi geldin? Kontrol etmeye gelmiş. Evet, seni bir kontrol etmek gerekiyor. Ya toh, ya toh. Sen de şey yaptın. Evet, ona göre bir şey düşüneyim ben de bakayım. Kemal. Ama bayağı fark ediyor. Ayda ne kadar? Evet, Kemal burasına kit yapıyor. Sonra da boyayacak. Değil mi Kemal? Evet. Kapatalım, güzelleştirelim. Kemal is daar aan het kitten. En straks eten we een verfje eroverheen en dan is het klaar. Zo, hier is het ook al klaar. Er zit een nieuwe groep in. Deze dacht ik. Is nieuw. Yine şey taktı. Yok pardon şu yine enfes burada işte şeyini takmadı daha toh Kemal ha, takılmış ona takılmış bak kutusu dit is ook al gemonteerd en even kijken Kemal heeft zijn app toch Kem je hebt een app toch ja. Wil je die even laten zien? Ja, straks. Oh, nou, straks laten we dus de app even zien. Zo, ja, de dakpannen zitten erop. Sorry, ik stoor jullie, of niet? Nee hoor, geen probleem. Zeller takıldı, paneller takıldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 stuks, en dan kunnen we nog uitbreiden hier op de platdak. En moeten jullie nog wel moeten jullie nog een keer komen, jongens? Als we willen uitbreiden. Ja, dan komen we zeker terug. En Kemal die zit nu op de app. Even kijken. Mm-hmm. Dit is de app. En dan kunnen we precies zien hoeveel die heeft opgewekt en hoeveel die... hoe heet het? Wat we hebben verbruikt en zo. En als de storing is, kunnen we het ook gelijk zien. Panellerin app'i de var. Orada görüyoruz işte ne kadar kullanmışık, ne kadar güneş enerjisi gelmiş. Arıza olduğu zaman da panel panel gösteriyor. Panel panel gösteren şey yap. Bak mesela arıza olduğu zaman böyle sinyal veriyor. O zaman da gelip arıyoruz. Hemen gelip de yapıyorlar. Böyle arkadaşlar. Ja, dus dit is de groep van de zonnepanelen zelf. Als je deze naar beneden zet, dan heb je de panelen uit. Dan heb je in ieder geval geen productie meer. Mm-hmm. Ja, dit is eigenlijk voorbeveiligd. Daar hoeven jullie niks mee te doen hoor. Deze beveiligt eigenlijk gewoon dat er niet te veel spanning vanuit het net omhoog komt naar de micro-omvormers. Dan schakelt hij zichzelf af. Duidelijk. En dit is de monitoring. Dus deze is met een, kijk, met een stekker in het stopcontact verbonden. En dan leest hij uit wat zonne-energie is. En dan verzamelt hij de data. En dat verstuurt hij dan via jullie wifi in de app. Oké. Okay. Ja. En met dit kunnen we ook ombouwen naar een accu. Ja, in VS kun je gewoon een accu. Maar gaat dat ook via dat kastje wat er nu op zit? Of, en moet er dan ook een nieuwe schakelaar voor komen? Ja, ja, voor een accu dan komt er weer een nieuwe schakelaar. Wordt er weer een nieuwe kabel getrokken naar een plek waar je de batterij wilt hebben. Oh ja, nou genoeg plek. En hoe zit het met de energieleverancier? Wat doen we daarmee? Moeten we daar iets melden? Nee, nee. Nou jongens, dankjewel. Het is duidelijk, denk ik.
Kemal die vroeg net hoe het met de energieleverancier ging. Ja, dat heeft thuiszon ook allemaal geregeld. Nou, zie, alles is geregeld. Hartstikke flat. Super. Nou, top. Dank nou, hopelijk tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dankjewel. Ja. Veel plezier ervan. Ja, zal lukken. Op naar de volgende klus. Ja, ja, precies. Doei doei. Oké, Ayus. Oké, hoi. Hoi. Kemal. İlla yanında mı oturmam lazım? Tabii. Ben siz bir iş yapamıyor mu? Olmuyor. He? Olmuyor. Ne olmuyor? He? Olmayan ne? Boy olmuyor. Böyle dikileceğim, böyle bakacağım sana. Ya bak, bitirmene gerek yok dedem. Oturayım yanında. İlla yanımda olmam lazım. Yanımda kal, yanımda kal. Sonra app'i gösterelim de ondan sonra vlogu kapatalım artık. Neyse oturayım yanında. Ik moet per se bij hem zitten terwijl die aan het verven is. Kemal. Ja, jij kan aanwijzingen geven. En je wordt weer gebeld. Oh my god. Evet Kemal, anlat bakalım. Bak, anlatayım. Yavaş yavaş bilgiler gelmeye başladı. Birkaç saate kadar birkaç saat sürüyormuş bilgilerin gelmesi. Bak şu ortadakinin mesela şimdilik daha 41 watt hour üretmiş. Bunun sinyali gelmeye başladı. Bugün artık yavaş yavaş hepsinin sinyali gelebilir. Tasarruftan anlat biraz. Nasıl anlatayım? Mesela şimdi aylık ne kadar ortalama tasarruf yapacağız elektrikten? Aşağı yukarı 100 euro kadar. Aşağı. O tabii gelecek aylarda tam belli olur. İnşallah öyle olur ve senelik o zaman 1200 falan olacak. Birkaç senin içinde de zaten panellerin parasını geri kazanmış olacağız. Ne kadar tuttu paneller? Ne kadar? 4350 olacak herhalde. 4350 tuttu. Hı-hı. Değil mi? Hı-hı. Ondan sonra başka ne bildirebiliriz? Bunu işte ileride seneye mesela aküye geçebilir. İmza alayım daha rahat oluyor. Seneye aküye geçebiliriz. O da ne demek oluyor? Şimdi mesela çok ürettiğin ve kullanmadığın elektrik depolanmıyor. Şeye gidiyor. Elektrik şirketlerine gidiyor. Doğru söylüyor muyum? Evet. Elektrik şirketlerine gittiği için bizim ürettiğimiz elektrik yani boşa yer olduğu zaman yer gidiyor. Olduğu zaman gidiyor. Bizim ürettiğimiz elektrik yani depolanmıyor. Hı-hı. Kısacası ve bunu seneye akü taktırırsak depolacak kullanmadığımız ve ürettiğimiz elektriği oraya depolacak ve mesela yeterli gelmediği zaman oradan elektriği alacak. Kısacası bu, değil mi? Evet. Ve mesela elektrikli araba kullanmak istiyorsun. Şimdi 11 panel yetmeyecek. Bu 11 panel sadece evin elektriğine yetiyor. Değil mi? Evet. Elektrikli araba alırsak mesela ileride o yetmediği için başka paneller koyabiliriz. Yani çoğaltabiliriz şeyimizi, panelleri. Onu söylemek istedim. Bu tam yani 11 panel tam bir evi ışınmak için elektrikten nasıl söyleyeyim ya? Çok dedim biliyorum ama ya zorlanıyorum bazı şeylerde anlatmamaya. Neyse anlayan anladı zaten. Bu tam işte ev hali 11 panel yetiyor. İşte makineyi çalıştırmaya, çamaşır makinesi, televizyon bakmaya, işte ne bileyim telefonları doldurmaya. Bu tam yetiyor değil mi? Evet.
Shindo Elanda Jan, Natip. Ik heb net de app laten zien van de zonnepanelen die we erop hebben laten zetten. Hij laat nog niet helemaal zien, niet alle panelen zien dat die het nog doen, maar dat kon wel een paar uurtjes duren. Dat is op zich wel handig om te zien. Wat was het totaal wat we kwijt waren aan 11 zonnepanelen? 4350 eurotjes. Eurotjes. En het mooie hiervan is dat we het kunnen laten ombouwen naar een accupakket. Dus er kan een accu erop. Zodat we het... Kijk, ze doen het nu allemaal. Ze doen het nu allemaal, kijk. Kijk eens, Sam. Ik weet niet of dat... deze kant. Ik weet niet of dat helemaal te zien is. Ik zal de camera zo omdraaien. En ik vertelde eerst even van de accu. De teveel geproduceerde energie gaat nu naar een netbedrijf. Mm-hmm. Wat we niet gebruiken in ons huishouden. Als er ruimte is. Als er ruimte is. Op de net. Klopt. Ja, oké. Maar wij kunnen het dus, en dat willen we waarschijnlijk volgend jaar doen, want wat ik begreep is dat de subsidie wordt vrij, er komt subsidie vrij om accu's te laten installeren, wat ik begreep van de overheid. Dus we wachten even met het accupakket, dat hebben we nu niet laten installeren. Maar we kunnen het dus wel laten uitbreiden. En de saldering gaat ook afgeschaft worden. Ja, precies. Daarom willen we een accupakket erop. En daarmee komt nog dus... Nog niet hoor. Nog niet, nee. Volgend jaar pas gaat die subsidie ook in. Wat ik begreep. Voor de accu. Stel dat we volgend jaar bijvoorbeeld overgaan naar een elektrische auto... Zijn de 11 panelen niet genoeg? De 11 panelen is voor ons huishouden precies genoeg. Dus we houden eigenlijk in principe niet zo heel veel energie over. Wat naar de netbedrijf kan. Dus ja, ik zou nog even de app weer laten zien. Hoe lang waren ze bezig? Ze waren 9 uur waren ze hier en ongeveer half 2 of zo waren ze weg. Ja. Zoiets, hè? Altijd. Şeyi de söyleyeyim. 9'da geldi çocuklar. İki kişi geldi. İki gençten. Ve 1.30'da bitti işleri. Yani yarım gün falan çalıştılar. Güzelce her şeyi derleyip toplayıp gittiler. Ellerine sağlık. Çok güzel de iş yaptılar. Panellerini göstereyim. Çünkü şimdi bütün panellerin bilgileri geliyor. Ik zal nog even de panelen laten zien en dan sluit ik bij deze de vlog af. Kijk, zo krijg je dus melding van alle panelen die erop zitten. En dat kan je dus bijhouden. En mocht er iets zijn, dan krijg je per paneel een melding van wat er mis is. Böyle bilgi geliyor işte arkadaşlar, app'e. Her panelin ne kadar ürettiğini yazıyor. Böyle. Evet arkadaşlar, bu vlog da bu kadar. Değil mi? Evet. Nasıl sevindin mi panellerin geldiğine? Hı hı. Çok sevindim. Buraya kadar baktığınız için teşekkür ediyoruz. Sizin desteğiniz bizim için gayet önemli. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere arkadaşlar. We sluiten bij deze de vlog af. Ik besef me nu net dat we alleen zijn vergeten in het Nederlands hoeveel we gaan besparen. Dat ben ik wel vergeten te vertellen. Ja. Ja, ongeveer 100 euro per maand. Is de verwachting dat we gaan besparen op elektriciteit. Ligt natuurlijk aan je energiecontract. Ja. Absoluut. Maar goed, dat, daarover meer. We kunnen nu geen uitspraak daarover doen. De komende maanden zal ik daar vast wel nog een vlog over opnemen. Of laten vermelden wat onze
wat we hebben bespaard. Tel uit je winst. Toch? In ieder geval bedankt voor het kijken tot zover van deze vlog. Onze likes en jullie comments doen ons goed. Vinden we altijd leuk om te lezen. En een likes natuurlijk ook om te ontvangen. Vergeet niet te abonneren en zet een belletje aan, zodat je geen één van onze vlogs mist. Dat was het voor deze keer en tot de volgende keer. Doeg!